Vanaf woensdag begint er een heuse feestweek bij kinderspeeltuin De Kinderster in Wateringen. Dit gebeurt ter viering van het 70-jarig bestaan van de speeltuin. Het is een heel bijzondere dag en we vieren vandaag en de rest van deze week het 70-jarig bestaan van de speeltuin De Kinderster. En dat vieren we met veel festiviteiten, vanmorgen met relaties en de rest van de week met veel kinderen en leuke attracties ook voor de kinderen. En wat betekent het dat zo'n speeltuin al 70 jaar bestaat? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik was zelf, als klein meisje kwam ik hier ook al. Mijn oma woonde hier aan de overkant en wij zijn hier eigenlijk opgegroeid. Het is natuurlijk bijzonder dat het gewoon in het Westland nog mag bestaan, zo'n speeltuin. Tijdens het begin van de feestweek kwam burgemeester Bouke Arends ook op bezoek. Verder was er een koffiemoment voor alle vrijwilligers en betrokkenen bij de speeltuin. De 93-jarige oma van de speeltuin was hier ook bij aanwezig. Het is natuurlijk 70 jaar, het is heel wat natuurlijk. Mijn oudste dochter is ook 70 jaar, dus die heeft al die tijd meegemaakt. Dus met de kinderen, dus wel leuk. En nu heb ik een stelletje achterkleinkinderen en die gaan ook wel eens heen. Beb komt tegenwoordig niet meer veel bij de speeltuin, maar vroeger betekende ze veel voor de Kinderster. Lekker koffie geschonken voor de kinderen. Lekker, leuke snoepjes uitdelen als ze naar huis gingen. En zo van alles en al wat.